Goed. Op welke manier kan dit voorwerp je helpen in je dagelijks leven? Wat is het? Dat zijn vragen. Het is een weegschaaltje. Het is geen weegschaaltje. Het is voor koekjes. Geef het eens door. Ik zeg dat het een weegschaaltje is. Het flapje erop laten. Je kan er een weegschaaltje van maken. Het is een slechte koptelefoon. Nee. Het is iets om in de auto aan je spiegeltje te hangen. En dan kan je dan iets opzetten. Je kan het aan je spiegeltje hangen. Voor je glas op te zetten. Of een sandrietje, dat kan ook. En punten voor El Spino. Zie je? Dankzij u. Voilà. Goed. We mogen een eentje hebben van mij. Dan. Goed, maar dat was punten voor het eerste deel van de vraag. Je kan daar een glas opzetten. Ja, je kan het gebruiken in combinatie met dit en dit. Hang je het in een vliegtuig, in een bootje. En waarom zou je het dan gebruiken? Omdat het blijft... Gyroscopie. Het blijft stabiel. Nee, ben ik nu ontdoven? Het blijft stabieler. En wat is het voordeel daarvan? Je kunt er dan in uitgieten gemakkelijker met je thee of zo. Dat klopt. Je kan erin uitgieten, maar je kan er ook beter mee rondwandelen. Iedereen kent het. Je wandelt rond met een tas koffie. Na een paar stappen valt die daaruit en mors je daarmee. Met dit object kan je rondwandelen, zelfs lopen, trappen op, crossen met een tas koffie. En die morst niet. Heb je een trap? Ik heb wel een tas koffie. Het heet de spilnat. Het is dus ja, eigenlijk Engels voor de morsniet. En als ik hiermee gewoon ga rondstappen, je ziet het al terwijl ik stap. Die koffie begint heen en weer te bewegen. En je weet al, als ik zo naar mijn bureau wandel, dan mors je daarmee. Wat doe je? Je zet die op de spilnat als volgt. En je houdt dit hier vast. En nu kunt je daar eigenlijk, zelfs zonder te kijken, gewoon aan een soort razende vaart, aan een soort razende vaart mee rondlopen. Je kan daar zelfs vlot bochten mee nemen, dat maakt eigenlijk geen kwaad. Je kan zelfs door het publiek, over het publiek, zwieren en daar dan zo mee ronddansen. En als volgt, en dan nog één bochtje maken. En de koffie zit daar nog allemaal in. En je kan daar zo... De spilnot. Goed. Dat kan allemaal wel goed samen, maar ga ik hem bij mij niet op de koffie zetten. De meest handige persoon hier aan tafel lijkt mij Frank Fokketijn. Ik nodig u uit om de spilnot even te proberen. Er zijn twee dingen. Dus het werkt omdat de zwaartekracht trekt dat hele ding naar beneden. En uw koffie blijft altijd horizontaal met de kracht die naar beneden gaat. Nu, als je rent, dan krijg je, als je rent, krijg je een extra kracht naar daar. Dus die kracht wordt een beetje schuin. Nu, dat hele ding richt zich naar die schuine kracht. Maar het oppervlak van die koffie gaat mee schuin naar die schuine kracht. Dus gewoon omdat het ophangt, is het eigenlijk altijd in evenwicht met de kracht die je... die erop uitgeoefend wordt en kan die koffie daar niet uitvallen. Je moet wel zien dat dat dingetje niet van hun vinger is. Ja. En... Frank, je mag ook niet botsen tegen iets, want dan mors je sowieso. Maar er liggen wel vier druppels. Dat is van het drinken. Ah, van het drinken. Ah, van het drinken. Voilà. Alsjeblieft. Is ook in de bureauslaven lopen. Je houdt dat voor u en je stapt maar eens goed door en je neemt maar eens een goede bocht. Zie je? Voilà, maar de spilnot. Je borst niet op je wagen, inderdaad.